Geloof je het? Nee, het is totaal ongeloofwaardig. Okay. Ja, er staan nou namelijk allemaal hele, echte, hele grote sterren. Die stonden hier natuurlijk met een reden in de studio. Want je kan je eigen beeld winnen in Madame Tussauds. Er waren nog veel meer hoogtepunten. Veel plezier. Veel plezier. Mattie en Marieke. Het is de bedoeling dat je erachter komt wie er eigenlijk in die black box staat. Stefan, een bijzonder goedemorgen. Is het een acteur of actrice? Nee. Een gok kun je natuurlijk altijd wagen. Ik zou het knap vinden, Stefan, maar ja. Wie zou jij dan gokken? Oh, nou lijkt Armin van Buuren mij wel heel erg gaaf. Ik zou, als ik jou was, heel veel krasloten gaan kopen. Want je hebt het goed, het is Armin van Buuren. Nee. Van alle bekende sterren op aarde heb jij het in één keer goed geraden. 3, 2, 1. Ach, wat verdrietig. Het doek komt niet naar beneden. Waarom komt het doek niet naar beneden? Jongens, ons is verzekerd dat de rode knop zo werkt. Ik stuur het jou er nu op af. Tada! Zul je zien, fucking knop. Ja, maar ja, we hebben het ook niet gerepeteerd. Ja, maar dat gaat dus niet. Hoe kan dat? Zeker zat er niet in. Het is echt erg hoor. Sorry, ik zit nog heel even te processen wat er zojuist gebeurd is. Ik had laatst, kwam mijn buurvrouw tegen. Die zei, ja, sorry als je af en toe wat last van ons hebt. Maar ja, die kleine van ons, die heeft een beetje onrustige nachten. Ik zei van, ja, en als je een keer last van mij hebt, moet je het ook zeggen. Zij zei, ja, afgelopen zaterdag nog. Nee. Ja. Had je dan biemertje te hard? Nee, we hadden één iemand op bezoek. Maar ja, dat werd 1 uur 's nachts. En kennelijk hebben we nogal hard zitten praten. Maar ik bedoel, ik ben wel rustig verder. Het is niet dat je naast de familie Vlodder loopt. Nee, de rest van de dag zit je natuurlijk gewoon rustig in je stoel met een glaasje. En, ik wil ook wel eens kijken, is die overleden? Ja. Ruik eens even onder de voordeur. Maar dat is geen reden om te raden. Mag de verwarming naar beneden aan? Ja. Want die wassen beelden gaan smelten zo. Nee, 21,5. Oh ja, 21. Bloed heet. Ik heb de ijskaart. Goedemorgen, jongens. Ja, we hebben de foto's voorbij zien komen. Jij was uitgenodigd door Marieke om te komen eten. Marieke, ik vond het topavond, hè. Laat dat voorop staan. Ja. Echt een topavond. Maar er was ook een weerzien met Kiki. Ik heb gewoon nog steeds de krassen op mijn arm staan. Er zit echt bloed op mijn pols gewoon. Ik heb het net gezien. Ik ben wel echt een beetje geschrokken. Het is echt alsof je in een tijgerverblijf bent gedoken. Zeg maar, wat voor andere poezen snuffelen is voor Kiki uithalen met een kluis. Iedereen bekommert zich nu om Jamie Vaas. Maar als jij ergens over wil praten, moet je het ook zeggen, hè, Mariek? Een douchefles die bijna leeg is, vullen met water. Ik heb heel vaak van die knijpspuitbussen. Daar kun je helemaal niks mee verder. Als het op is, is het op. Die zijn toch best wel prijzig? Ja, die zijn prijzig. Dat is toch hartstikke luxe? Ja, maar ja, ik gun mijzelf die luxe in de badkamer. Het gaat allemaal van de gezamenlijke rekening. Want ja, we genieten er ook allebei van natuurlijk. Zo, maar even. Ik kom morgenavond bij jou eten. Misschien blijf ik wel slapen, joh. Ja, zou ik doen. Ja, kan ik daar gewoon zaterdagochtend douchen? Echt lekker, hoor. Man. Lekker doen. Ik leg het kistje voor je klaar. Mattie, die blijft slapen. Goed. Blijf niet slapen, hoor. Oh. Nou, heb ik twee van die snurkende beren in huis. Leg ik ze naast elkaar. Weet je dat ik het heel erg jammer vind dat we dus niet op grote schermen naar het EK kunnen kijken deze jammer dag. Is dat, hè? Om het spelletje voetbal gaat het mij niet. Ik vind het gewoon te gek dat we daar met z'n allen in het oranje kunnen staan. En een beetje, ik kijk vaak niet eens naar die wedstrijd. Ik kijk alleen maar naar om me heen, weet je wel. En als er dan gejuicht wordt, dan ben ik erbij. En dan, ja, dat kan dus. Ja, ik heb hetzelfde, Mariek. Ja, zo pijn dit allemaal. Wat is er? Wat is er, Tom van Intercom? Ik zit hier als sportredactie, weet je wel. Werk echt hard hier. Ja. De twee sterren van de show geven geen moer om die hele sport. Grootste sport ter wereld. Jongens, ik neem morgen de vrijdagochtendborrel mee. Oh, lekker. Oh, geweldig. Het is weer tijd, hè? Lekker. Wat heb je precies? Nou, ik denk mimosa. Super. Ik sla even over. Knap, hoor. Nee. Ja, Annie. Heel klein laagje prosecco. Of zonder alcohol kan ook. Oeh, lekker, gewoon chudrans. Ja, een virgin mimosa. Een virgin is gewoon chudrans. Ben je er al uit wat je aanstaande maandag gaat doen? Stel dat het verjaardagsveld dan nog steeds niet is gevallen. Ja, ik zit nu een beetje dat ik eigenlijk de helft van alle data zou willen afplakken. Dus dan heb je gewoon een kans van 50%. Nee, dan heb je een kans van 1 op 15 in plaats van een kans van 1 op 31. Als je mijn datum dan afplakt? Ja, dat is dus het gevaar. Dus ik moet er nog even wat langer over nadenken. Is een kans van 1 op 15? Dat is helemaal geen kans van 1 op 15, toch? Dan heb je dus een kans van 50%? Nee, niet een kans van 50%. Waarom moeten deze brainstorms altijd op de radio? Ja, maar dat Mattie denkt altijd... Ja, ik vind het gewoon leuk. Zij irriteert zich hier helemaal te pletteren in de studio. Het wordt hier zo koud. Er is zo'n change of scenery als ik dat zeg. Nee. Kom op. Ja, hele ogen gaan anders staan. Maar echt. Hoe laat ben jij bij mij? Nou, ik denk een uurtje of 5:30. Ja, dat is lekker. Wat gaan we eten? Het is zo'n hele box met van alles en nog wat. Share dining.
Dus ja, het betekent wel, ja. Share dining. Dining betekent dat je ook wat overlaat voor de anderen. Maar Joey doesn't share food. Nee, maar ja, als je je nou inhoudt. Ja. Dus als er bijvoorbeeld 3 garnalenkroketjes liggen, neem je er dus 1. Oh, ik zal aan het weten denken. Misschien neem ik nog wel zelf wat mee, ook voor de zekerheid. Ja, dat moet je lekker doen, jongen. Wat doe je morgenavond? Ik krijg morgenavond krijgen Sander en ik Mike de Boer te eten. Mike de Boer, help me even. Ik twijfel altijd of Mike nou stylist of fysicist is. Je weet niet eens wat hij doet. Stylist. Hoe komt het dat hij bij jullie komt eten? Zo'n leuke vent is dat. Morgenavond komt hij eten. En dat wordt live uitgezonden? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Jij krijgt ondertussen meer sterren te eten dan de libraaien, jongens. Ja. Niet normaal. Bedankt voor het kijken naar de hoogtepunten en we mogen je feliciteren. Jij bent de winnaar van een gratis abonnement op ons. Claim het snel door hier te klikken op abonneer voordat iemand anders het doet. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie.